Het is bijna al 8 uur en ik zit ineens te denken. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En vanochtend is echt iets bizars gebeurd. Wat er is gebeurd, heel vreemd. Maar mijn radio heb helaas opgegeven. Ik kan het even laten zien. Ik werd wakker. En ik zag op het moment dat mijn radio niet meer aanging. Dat kan ik nu al even laten zien. Kijk, er zit nu een stekkerblok. Maar hij gaat gewoon letterlijk niet aan. Ik bouw er als een stekker van. Oké, hele slechte grap. Maar maakt niet uit. Ik ga nu maar even lekker... Dadelijk even met Rick ga ik even naar de supermarkt, want die is een fietsenpalen in Gouda. Dus ik vroeg even of hij naar de supermarkt moest. Maar hij zei ja, je moet even drinken halen. Dus dat gaat hij dan nu doen. En daarna komt hij terug en dan gaan we even samen naar de supermarkt. Dus dan gaan we dat even doen. En nu maar ga ik even snel even ook editen, want het is nu al bijna 4 uur alweer. De tijd gaat hard, ongelooflijk, niet normaal. En ik heb al de hele dag eigenlijk lekker in mijn nestbedje gelegen. Was super lekker in bed liggen. Even een keer heel lang in bed. Maar, oh, en mijn begeleiders waren wel blij dat mijn wekker eigenlijk kapot was. Dus, maar ja. Kan gebeuren. Ja. En dan ga ik nu maar even editen en daarna wachten. Wij zijn nou onderweg. En we hebben net lekker boodschapjes gedaan. En ik heb eten voor vanavond gehaald en dan gaan we nu weer lekker richting huis toe. En dan ga ik lekker eten. Ga jij zeker film kijken? Dus... Ja, dan ga ik sowieso meteen eten, want het is al bijna 5 uur. Het is al bijna 5 uur alweer. Zo laat is het al. Ongelooflijk, tijd gaat hard. Voor je het weet, gaat tijd gewoon ongelooflijk hard. Dus, maar dan gaan we... We hebben ook even met z'n tweetjes bij de groep. Lekker een bakje koffie gedronken. Dat is wel lekker, hè? Fuck you, player. En, was jij dat ook op? Die, zat er nog iets op tafel? Hoe heet het ook weer? Ja, sushi. Oh, dat is ongelooflijk lekker, weet je dat? Ik geniet er altijd wel van. Ik heb lekker 2 op. Jij? 1. Geen 1. Oh, jij bent er niet zo van. Ah, dat kan. Maar we gaan nu lekker richting huis toe. En ik ga zo meteen even editen. Het is bijna al 8 uur en... Ik zit ineens te denken. Ik ben natuurlijk gisteren naar Glenda geweest. En toen had ik mijn batterij en mijn broekzak gedaan. En dat is niet zo slim. Dus ik ga hem wat pakken. Ik zat net lekker even net in mijn broekzak te kijken. En die had ik eigenlijk in de wasmand gedaan. En ik dacht dat ik eigenlijk gewas had. Maar gelukkig, ik heb hem. De reservebatterij. Maar tussen die tijd... Ga ik even lekker dit opwarmen. Want het is al 8 uur en ik heb nog niet gegeten. Dus dat ga ik even snel doen. En lekker vanochtend lekker ontbeten. Oh, dat was ook helemaal vreselijk te melden. En ik zit lekker YouTube kijken. Ik ga in plaats van YouTube op tv te kijken, ga ik nu op computer kijken. Dus laten we dat ook even lekker doen. En dan ga ik eerst lekker dit opwarmen. Zo, dat ga ik sowieso als eerste doen. Ga ik deze erin zetten. En ik moet eigenlijk nou niks eigenlijk eronder leggen. Ik moet eerst even dit er los krijgen. Hoppa, kijk, dit wou ik hebben. Dit wou ik hebben. Zo, die zet ik daar neer. En dan gooi ik even wel die ding open. Oh, ik kan hem niet... Moet ik wel even doen. En even kijken hoe lang die moet. Ik zit te kijken. Zit aan de zijkant dan? Oké, het zal wel. Dus dan ga ik die even lekker opwarmen. En even kijken hoe lang die moet. 15 minuten en 180 graden. Ja, daar staat hij. Zo, en nou wachten maar tot hij gaar is. Tussen die tijd is mijn eten al klaar. Ik ga hem maar even lekker uithalen. En dan lekker van smullen. Maar ik leg wel denk even op deze bord. Kijk, ik heb hem wel gebruikt, maar er zit nog folie omheen. Dus ik vind dat wel kan. Dus. Maar gaan we even die uithalen. Hoppakee. En dan even gelijk hem even snijden.
Ik hoop dat ik wel echt nou zit nou te twijfelen. Ik hoop dat ik nou een goede heb. Zit ik nou te denken, dadelijk heb ik verkeerde wegen genoemd die ik niet lekker vind. Maar ik zie wel, jullie horen het wel. Ik heb nou gesneden, maar ik zit nou even ademen. Maar dan rijdt er gewoon die ik altijd heb gehad van deze. Dus ik denk dat deze maand dat er een goede moet zijn eigenlijk. Dus ik ga er even lekker hiervan smullen. Dus laten we dat even lekker doen. En ga ik lekker eten van dit. Jullie kunnen me nog net zien, maar het is eigenlijk best wel donker aan het worden. Echt niet normaal. Dus ik ga even licht aanzetten. Licht zit bij mijn bed. Zo. Maar het is alleen niet scherp genoeg, dus ik ga ik even scherper zetten. De lamp, want ik heb afstandsbedieningen hier zo. Zo, dit is denk ik beter. Doe ik hem weer vast. En ik zat lekker te YouTube te kijken en ik zeg, wat is hier nou zo donker ineens, joh. Het is gewoon echt donker aan het worden gewoon. Maar ik zet deze voor de zekerheid over, die heb ik nog wel vergeten open te doen. Vergeet ik weer. Maar ik ben benieuwd hoe de rest van de weekend gaat worden, want ik heb echt zin omdat het lekker weer gaat worden. Ik heb daar zo zin in, de hele weekend is geregenen. Echt. Baggerweer was het gewoon. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga voor de zekerheid even kijken hoe warm het dit allemaal gaat worden. Want ik ben gewoon wel benieuwd naar of het warmer gaat worden of niet. Even kijken, hoe gaat het de hele week eruit zien? Ben benieuwd. We gaan even kijken. Ik ben nu op de app ervan. Maandag 17. Dinsdag 16. Woensdag 18. Donderdag 19. Ah, er gaat weer een warme weekend komen waarschijnlijk. Gaat weer een warme weekend komen. Ik heb er nu al zin in. En ik zit lekker water drinken in deze fles. Is hier alweer op. Dus ik ga even naar de keuken. Ga ik hem even weer vullen. Dus laten we dat even doen. Want ik heb wel echt enorm veel trek in water. Dus gaan we dat even drinken. Ik zit even te kijken of die daar op kan. Zo te zien wel. Ga ik even kraan aanzetten. En lekker even een flesje water drinken. Waar ik echt enorm trek in heb. Maar wat ik echt ongelooflijk ook van baal is dat gewoon mijn wekker kapot is. Dat heb ik weer. Hij gaat helemaal niet meer aan. Ik kan één ding proberen. En dat is eigenlijk batterijen in doen. Ik weet niet wat voor batterij je erin moet. Maar dan kan ik even kijken. Maar misschien komt wel batterij gewoon in. En dan kan ik gewoon via batterij dat doen. En dan kan ik snoer oprollen. Dus gaan we even kijken. Want hier zit die klep. Doe voor zekerheid even met je mesje. Ik heb hier wel batterijen, maar ik weet niet of ze dat doen. Dus ga ik even kijken. Ga ik gewoon testen. Gewoon twee batterijen, klein batterijtjes pakken en gaan testen maar. Het kan aan de batterij liggen, maar het kan ook aan deze nog steeds liggen. Ik vraag echt dan... ik heb hem best wel heel lang, maar ik denk dat ik hem een beetje opgeef en dat ik gewoon een keer nieuw ga halen. Ik denk dat hij hem op heb gegeven. Nou, ik geef het gewoon op. Ik heb het ding al afgekregen, maar... Ik denk dat hij gewoon overleden is. Het zal wel. Dus daar ben ik klaar mee. Ik dacht misschien batterij proberen, misschien helpt dat, maar blijkbaar niet. Ik ga maar lekker beginnen met lekker slapen of alles af te sluiten. Bed, het moet gaan, dus het moet ook weer gebeuren. Het was ongelooflijk super tof weekend. Aparte weekend, wat snel voorbij ging helaas. Ik kan er zo tegen dat het snel voorbij gaat. Laat even weten wat jullie ervan vinden als de tijd al te snel gaat. Ik kan er zo slecht tegen gewoon, ik weet niet. Ik denk van, waarom gaat het dan snel? Bijvoorbeeld, al ben ik aan het werk, gaat het snel. Dan gaat het langzaam. En dan ben ik lekker, is het weekend snel voorbij? Omdat, ik weet niet.
Ik hou er totaal niet van. Maar ja, ik heb in ieder geval wel genoten. Dat vind ik het belangrijkste. Maar ja, je kan niet altijd het leukste hebben natuurlijk. Maar ik kijk er nu al naar uit. Volgende weekend, ik kan niet wachten. Ik heb gewoon altijd ik vind het weekend het lekkerste wat er is eigenlijk. Laat even weten wat jullie ervan vinden. En wat jullie mening van zijn. Maar dan ga ik nu lekker tussentijd lekker een beetje induiken. Stop jullie maar lekker leuke reactie beneden in de reactie. Geef jullie maar een mening in de reactie. En wat ik ook wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken van deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een pleidijpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd, zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En nogmaals, leuke reactie hier beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers in groene vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Liep net door de gouden plein, wat is daar ongelooflijk druk. Dit is gewoon niet normaal druk. Iedereen staat aan de rij voor de kappers, zag ik al. Ja, normaal, het is zo erg zo.